Jezus! Jarvin, wat doe jij hier nou weer? Dit voor RaRaRacing.nl. Ja, RaRaRacing.nl. Vandaag zijn wij aanwezig bij het circuit Zandvoort. Het circuit is afgelopen winter enorm verbouwd voor de Formule 1. Wij gaan even kijken, wat vinden de coureurs van de vernieuwde Tarzanbocht, de Kombocht in de Luyendyk-bocht en toch de enge Hugenholtzbocht. Ik moet eerlijk mijn excuses even aan je aanbieden, want de eerste keer dat ik hoorde van de Formule 1 op Zandvoort en de verbouwingen, ik denk dat wordt helemaal niks, maar wauw. Ja, te gek hè, ja, het team heeft mega hard gewerkt en super trots op wat er staat. Het is echt super mooi geworden. De Hugenholtzbocht heeft al een bijnaam, de dipper gekregen. Hoe trots ben je op het resultaat? Want het is echt gewoon super mooi geworden. Nee, enorm. Ik denk dat het belangrijkste was altijd van begin af aan omdat de baan de karakteristiek behoudt die hij al had. En die al heel, ja, wat voor mij een hele bijzondere baan was. En ik denk dat hij alleen maar mooier is geworden. En inderdaad, Hugenholtz, je hoort iedereen erover welke lijn je kan rijden. En ook natuurlijk, ja, de Luyendyk-bocht is natuurlijk een feestje om naar te kijken. Dus nee, het is echt heel spectaculair. Ja, drie dik door bos uit en naar de Luyendyk-bocht. Ja. Dat wordt zo meteen nog wat. Ja, nou, ik denk zo met 62 auto's aan de start wordt het sowieso wel wat. Hoe bevalt het nieuwe circuit? Wat vind je ervan? Ja, het is geweldig. Sowieso dat ze het voor elkaar hebben gekregen is natuurlijk geweldig. Asfalt heeft heel veel grip. Dus je rijdt echt, ik denk dat we nu al 2 seconden harder gaan dan vorig jaar op hetzelfde baan. Bos uit met z'n drieën naast elkaar, zo'n dingetje hoor. Kijk, je kan met het autootje, het dopje waar ik mee rijd, kan je alle lijnen pakken, maakt niet uit, vol gas. Maar er komt spul voorbij en je denkt, oké, nu moet ik even kiezen. En de scherprechter wordt de Hugenholtzbocht, want die is heel... verkant in één keer en als je hem daar verkeerd instuurt, dan sta je ergens ondersteboven. Ja, want je glijdt zo omhoog als je verkeerd zit. Jij glijdt gewoon achterstevoren. Dus, maar daarnet had ik hem wel. Dus ik had een goed rondje. Dus ik race seconden sneller dan er ooit met die auto was gereden. Dus dat is goed. En dat na gewoon zo'n drukke week. Heel veel plezier en wij komen elkaar vast weer tegen komend seizoen. Dag gozer. Dames en heren, is Sebastiaan Bleekemolen. Sebastiaan, je rijdt vandaag je eerste wedstrijd hier op het nieuwe circuit. Ja, de allereerste wedstrijd überhaupt natuurlijk. Ja, heel bijzonder, echt heel leuk. Ik ben verbaasd over hoe mooi het is geworden. De bankings in vooral Hugenholtz vind ik heel speciaal, ook heel moeilijk. Ik heb geen idee hoe ik het moet nemen nog en ik heb toch een rondje 15 gereden vandaag gisteren. Dus we hebben straks 4 uur de tijd echt wel nodig om die bocht een beetje te leren kennen. Ja, want je hebt diverse lijnen mogelijk en waarvan je allebei de keren dat je hem doet, dat je denkt van nou, dit is snel, die andere is ook snel. Het is bijna niet meer te voelen wat nou het snelst is, hè? Nee, en ik denk dat de auto afhankelijk is. Ik vond net wel, bijvoorbeeld als specifiek spreken over een Clio'tje, dat je op de exit wel echt ver buiten moet zitten, al vroeg buiten moet zitten. Want dan krijg je eigenlijk wat meer snelheid mee en dat kun je weer gebruiken natuurlijk de heuvel op. Dus, maar dat is bij een Clio, als je een auto met meer vermogen hebt, kun je misschien wel wat beter de binnenlijn hebben. Maar we zullen het straks een beetje zien. En er zijn natuurlijk zoveel verschillende auto's vandaag met verschillende snelheden. Dus hartstikke leuk om te kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Binnenlijn bij de Hugenholtz, lastig? Ja, heel lastig. Uiteindelijk als je erin duikt, in het gat zeg maar, dat wordt al zo genoemd. In het gat loopt het asfalt niet mooi recht. En zeker met een voorwielaandrijvertje waar de achterwielen vrij licht zijn, vrij weinig wieldruk. Ja, daar sta je zo achterstevoren. En dat is me gisteren al gebeurd. Ik stond bovenin vlak voor de bandenstil pas. Jarenlang hoor ik jouw vertrouwde stem hier op het circuit. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik was ook een van die sceptici die dacht van... oh god, een Formule 1 naar Zandvoort en al die verbouwingen, komt dat wel goed? Maar ik hoorde jou net spreken van, kom maar gewoon eens langs. Kijk maar eens een keer. Ja, maar dat is het ook. Kom kijken naar het circuit van Zandvoort. Ook voor die sceptici. Want we doen natuurlijk veel meer hier op het circuit. Er zijn fietsraces, er is de marathon. Het wordt een multifunctioneel gebeuren, ook met festivals. En dan hebben we ook nog een stukje autosport erbij. En dan hebben we allemaal tegenwoordig high-tech autosport, waarbij ook hybrid zijn intrede heeft gedaan en in de toekomst ook elektrisch. Dus het circuit is natuurlijk een ding wat ook innoveert en voor verbetering altijd vatbaar is. En met behoud van de skills. En het is nog steeds een van de mooiste circuits van de wereld. En sommige mensen zeggen ja, Formule 1, want dan kom je op Barcelona waar alles breed is en wijd is. Maar dan zeggen ze ja, Zandvoort is toch wat anders. Ik zeg ja, maar Monaco is ook anders. En zo heeft ieder circuit zijn eigen specifieke eigenschappen. En dat maakt het alleen maar interessant, want ze krijgen een eenheid worst qua circuit. Want de Hugenholtzbocht die is heel mooi geworden. Schijfvlak is nog steeds doodsbenauwd. Ja, maar dat is altijd. Je komt nu harder op het schijfvlak aan. En er zit een hupje aan de bovenkant. En je moet er ontzettend scherp zijn. En ga je daar met z'n tweeën doorheen, dan zit je een beetje van de lijn af. En dan moet je liften. Dan ben je, het is niet simpel, maar dat maakt het ook weer spannend. Het is echt een moeilijk circuit geworden. Dankjewel voor je tijd en heel veel plezier vandaag. Oké, dankjewel. Jij ook. Tom, genoeg aandacht hier op het circuit van Zandvoort. Het vernieuwde circuit. Wat vind je van de nieuwe Hugenholtzbocht? Hij is serieus vet. De eerste keer dat ik door de Gerlach heen reed, zag ik daar een hele grote vette zwarte muur. Ik denk, jezus, hoe ga ik dit nou in godsnaam doen? Want de lijn is toch wel heel anders geworden. Ik ben nog een beetje aan het zoeken. Weet je, of je radius moet pakken, of je wat meer naar boven moet, of onderlangs, of dubbele apexen. Ja, het is zeer indrukwekkend. Ik ben toch wel een van de beste, ja, ik denk toch wel de top 5 kenners van Zandvoort. Maar ik kan gewoon weer opnieuw beginnen. Want het dipje in Hugenholtz, die is wel gemeen. Heerlijk, hij is niet gemeen. Het mag ook niet te makkelijk zijn. Nou, bosuit is Luyendyk-bocht iets makkelijker geworden, maar dan kom je wel lekker hard hier op de Tarzanbocht aan. Die run-off area, hebben we die nodig? Wel nee, kaats je terug, je moet het niet afvliegen, je moet op het zwarte asfalt blijven. Hey, heel veel plezier vandaag en dankjewel. Dat gaat lukken, jullie ook. Frank, het nieuwe circuit, hoe heb jij de bocht al leren kennen? Eigenlijk is bosuit nu een bocht die saai geworden is. Maar ik denk met een snelle auto dat die heel erg leuk is. Maar als je nu met een langzame auto rijdt, ja, vroeger moest je daar een beetje respect hebben voor de muur. Dat is een enge bocht. En bochten die eng zijn over het algemeen leuk, dat je een beetje bang bent dat je eraf gaat. Dat hoeft nu niet meer. En er zijn in mijn optiek een manier of 2, 3 om er doorheen te komen. Welke nou perfect is, weet ik nog niet. Wat vind je van de Hugenholtzbocht? Vind ik leuk, alleen ook daar heb ik nog steeds niet helemaal de ideale lijn gevonden. Er zijn een paar manieren, dus dat wordt even zoeken. Wat me wel opviel is dat je er blijkbaar wel met 3, 4 breed doorheen kan. Ik zag het voor me gebeuren en dacht nou, dat kan, maar dat ging gewoon goed. Dus. Ik zie je ogen glinsteren, dus jij gaat zo meteen heel veel plezier hebben. Wij gaan zeker plezier hebben. Succes! Dank. Eerlijk gezegd, hier aan de Luyendyk-bocht makkelijker is geworden, vind ik. Hè? Want er was een bocht voor de echte rijders die daar verschil konden maken. En dan kan nou ja, makkelijk voorgaans erin gereden worden. En de andere bocht moet ik nog even wennen. Daar heb ik nog niet helemaal de juiste lijn gevonden. Remco en Reus, nieuw circuit. Moest je veel aanpassen aan de auto om hier snel te zijn? Nou, dat gaan we nou vandaag uitvinden, want ik rij voor het eerst met deze auto op het circuit. Maar zoals het eruit ziet, misschien een ander diffie steken een keer om te testen. Maar met een kompakje kunnen we redelijk uit de voeten, ook op het nieuwe circuit. Heel erg gaaf trouwens hoor, het nieuwe circuit. Zie je veel meer inhaalmogelijkheden? Ja, 3 dik door de bocht heen hè, tegenwoordig. Dus het wordt wat in de cup. Nu rijden we natuurlijk met meerdere klasses bij elkaar. Normaal gesproken met de Compact Cup alleen. Dus dat wordt gigantisch leuk natuurlijk. Om met die auto samen 3, 4 dik misschien wel door de beruchte bocht heen te gaan. Nu al. En de Hugenholtz, is die al berucht? Vind ik wel ja. Dat is naar het dal. Op naar de top zeg ik. Hè. Dus super gave bocht geworden. Dus gaat heel leuk worden denk ik. Heel veel succes vandaag en plezier. Zeker, dankjewel man. Hoe bevalt het nieuwe circuit? Ja, ik vind het echt leuk. Ik had het heel anders verwacht eigenlijk. Die kombocht die was makkelijker dan ik had verwacht van tevoren. Maar ik vind die tweede kombocht, net na Tarzan, die vond ik spannender. Die is heel moeilijk. De Hugenholtzbocht, ik heb gemerkt dat je daar verschillende lijnen kan rijden. Geeft dat ook meer inhaalmogelijkheden? Nou, ik denk dat hij net te langzaam is eigenlijk om makkelijk in te kunnen halen. Maar ja, ik zie iedereen net inderdaad wat anders doen. Precies wat je zegt, ja. Ja. Witstraat kom ik Cor Euser tegen. Cor, nieuw circuit. Hoe gaat dat? Ja, dat is geweldig. Het heeft alle effecten van alle banen voor heel de wereld. Die banking lijkt wel een beetje op Daytona. Ja, de Hugenholtzbocht, ja, dat is een variant, die kan je op 4 verschillende manieren nemen. Je kan met 3 door de bocht daar en daar kan je voordeel uit halen. En ik denk dat dit ja, een van de mooiste banen van de wereld nu is. Hoe speciaal is het nou, dit nieuwe circuit, de eerste echte track day om het zo maar te zeggen? Voel je je ook trots dat het hele circuit zo verbouwd is? Ik ben enorm trots dat dit geanalyseerd is en ik sta nu 22 jaar dit werk te doen, maar ik vind het nog steeds fantastisch wat er gebeurt elke dag hier. Kippenvel? Ja, enorm. Ik sta de hele tijd al met kippenvel vanmorgen. Toen ik opstond, ik had er zin in, meteen 7 uur, bam, gaan. Nou, heel veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Jij ook. Veel verbeteringen, een kombocht hier, een kombocht daar. De Hugenholtzbocht is echt gigantisch mooi geworden. De Luyendyk-bocht heeft een banking gekregen. De Tarzanbocht hier achter mij is ook helemaal veranderd.